Hey mensen van Dagelijkse Day, welkom bij een nieuwe aflevering van FIFA Seasons. Wij zijn aan het opbouwen, Milan en ik. Wat zijn we aan het opbouwen? Een carrière. Een carrière als Divisie 1 leider. Synchroom tacklers. Ja. Oh ja, dat was de vorige aflevering inderdaad, ja. Nee, dat was wat anders. Oh ja, nee, dat was synchroom tacklers. Synchroon tackelen. Nee, synchroom slijden. Doe eens even godverdomme een intro, man. Oké. Welkom dat je kijkt, want vandaag gaan wij weer de spotlight op Milan zetten met zijn verdediging. En we spelen FIFA Seasons en we zitten in de divisie 2. En ik ben hier met mezelf ermee. Zo. Oh, dankjewel. En dan kunnen wij mooi scoren. You're too late. Apologize. Nee, ik dacht, ik zeg niks dit keer. En dan krijgen we nu dit tegen onze poep. Fuck jou! Wauw. Zo. Wow. Dat was nog bijna een best goeie. Haha, ik werd gelokken door scheids. Oh, ik loop wel bij het spel. Hij niet. Oh, dit four, is gunstig. Voor, it's oh, jeez. Dat was mooi. Ik schrik me dood. Hey, wel een four. Ik wou een vork, ja. Oh, die was anders zo cheeky. Ja, hoog. Ja, ik doe het al. Oh, te laat. Ja, maar ik kon niet doen. Kijk, ik krijg ook een overtreding nu. Nee, dat is een buiten saai. Oh, maar kijk wat hij deed. Ik viel daarna. Laat hem afspelen. Kijk. Oh, zie? Oh, maar dat vind ik dus lelijk aan FIFA. Als hij dan al bij het spel heeft gefloten, dan telt die hele overtreding niet. Maar nee. Het is dat natuurlijk wel zo. Ja, wel zo. Wel zo. En dan noemen ze dit nog wel een simulator. Nou, dat vind ik niet een simulator. Simulator. Zijn je nou zombilator? Sumo. Sumo, oh. Dat is compleet weer wat anders. Zombie, sumo, allemaal hetzelfde, joh. Ik scheer ze al. Ik scheer ze. Het is allemaal over een kamp. Je scheerschuimt hem. Oh. Hey, ja, die ging liggen. Ik dacht dat ik iemand anders was. Oh. Achter de bal aan! Dat is het magische plekje daar. Oh, kut. Hey, oh, ja. Oh, wow. Nou, wat een geluk van ons. Ik ga het gewoon proberen. Run. Ik heb hem. Kip. Wow. Ik heb meteen een deutje in mijn hoofd. Alleen omdat jij... Wow. Zo. Wow. Oké dan. Mijn hoofd is een curve. Ga blijven rennen hoor. Ja hoor. En schop hem maar weer terug. Je ziet echt dat een mechanic is. Dat ze heel stoer wouden laten lijken. Maar dat het echt vet knullig eruit ziet. Kut. Zo van kijk wat wij kunnen met onze mechanics. Ja. Hoeft het helemaal geen zwart scherm meer te zijn, maar dit keer lopen ze gewoon erachter en pakken ze de bal weer op. Terug naar FIFA 12, toen je de bal wou oppakken en dat hij constant uit zijn handen liet vallen. Ja, omdat hij misgreep. Ja, dat bedoel ik. Ja. Huh? Waar is die bal dan? Gladde vingers. Wow, dat was wel een mooie flash. Oh, ja, dat hij was... had echt daar zoveel kans, dat was echt zo nog groot. Nog een keer. Ja, maar nu is dus, kijk, die verdediger die staat al wat meer in de achterlinie en dat is meteen positiever voor hem. Ik weet ook niet wat die dribbel was. Ik weet ook niet. Elke keer dezelfde kant op en elke keer dezelfde kant op verdedigen. Ja, ik zag het. Maar maakt niet uit, ik ga erheen. Ik ga het fixen. Oh. Ja, de keeper komt niet uit. Dat nee. Was echt... De keeper, dat was het enige... Wow, die keeper die duwde op mij. Hoppakee, wat deed de keeper dan? Ja, die keeper ging rondjes draaien. Dat was het. Uh-oh, er zijn weer hele sterke mensen. Oeh. Ja, dat deed ik eigenlijk voor de zekerheid. Dat klinkt heel stom, maar... Ik voelde me daar veiliger bij dan... Anders. Oh. Wow. Ja. Kijk. Dat zijn de krachtige ballen. Ja, nou moet je het doen. Oh, wat? Ik doe het. Kom op. Rol.
Rollen met die ballen, ja. Ze moeten rollen. Standje 69. Ja, de reden dat we niet zo enthousiast zijn, hebben we de vorige aflevering uitgelegd. Weet je niet waarom? Dan kijk je de vorige aflevering. Waarom? Nou, dat is grappig. Oh, maar wat hebben wij al veel meegemaakt in deze hele fucking lange serie. Ook, dit is volgens mij ook een van mijn langste series ever. De langste serie, ja. Naast Amnesia en Assassin's Creed. Ja, maar toch blijft het leuk. Ja. En ons doel is nog niet bereikt, weet je wel. Dus dan blijf je gemotiveerd. Ja. Dat heb ik. Ik blijf gemotiveerd om die divisie 1 te halen. Ja, ik ook. Alleen ja, hè, mijn leven is al mislukt, dus motivatie is ver te zoeken. Je blijft gemotiveerd, maar motivatie is ver te zoeken. Ach, ik weet het ook niet zo. Ik lul maar wat. Oh, dankjewel. Jammer. Oké, let's bam-ram. Oh, nice. Bangarang. Hoppakee. Huh? Oh, jammer. It didn't do a dingy. Hoppakee. Well. Hij dacht, ik heb geen zin meer om te tackelen. Ik doe gewoon mijn lichaam ervoor. Oh, mooi, dank je. Mooi. Oog, oog, oog. Nee, hoppala. Daar beneden. Mooi, mooi. Oh. Zo, dat is nieuw. Nou, ah, die heb ik nog niet eerder gezien. Ze spelen wel risky met de keeper dan. Ik maak even ruimte voor je, maar... Oh! Oeps. Waarom kies je steeds die bovenste? Oh, je ging naar boven. Je had hem buiten spel moeten zetten. Wow, dat was geluk van ons. Zo! Oh! Oh! Rennen, rennen, rennen! Ah, oh, te hard. Oh, wauw. Oh, lelijk. Dat was echt de stomste aanname ever. Maar beter ingooien dan doeltrap. Denk jij die ander? Oh, hij gaat naar ver. Ja, nice. Oh, je bent tegengehouden. Oh. Jammer. Hebben we? Oh, die hoorden we echt te hebben. Ja? Ja, dat was echt heel erg. Gotta catch him all. Wat gebeurt hier? Ah, halftime, dat gebeurt er. Flipperkast. Hey, eindelijk iets waar ik wat van snap. De rust. Deze was leuk. Rollen, 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 rollen. Ja. Eigenlijk, zij zijn beter. Ja, ze hebben meer balbebalben. En dat is ook de reden waarom zij beter zijn. Omdat zij meer hun balbezit houden. En omdat wij zo heel snel zo... BAM! And the dirt is gone. BAM, en het vel is weg. Ziel het BAM BAM BAM. Maar wij zijn gewoon een stuk directer, weet je wel. Ik bedoel, zoals jij mij toen ook vertelde van... iemand die de hele tijd in zijn verdediging paast met balbezit... en dan een gaatje probeert te vinden. Dat is gewoon saai. Dit is leuker. Ja. En dan kan je de bal niet pakken, dan gaat hij tijd trekken, balbezit, vrije man zoeken, rustig aan. En wij doen gewoon hatsenflats. Komt u maar, bovenop. Bovenop. Ja? Oh my god, dat was weer zo'n snijderding. Oh wauw, oh. Wat, ja. Ja. Doe even leuk. Wat? Oh, ook nog voor hen. Waarom deed je nou een motor na? Oh ja, ik heb PK-problemen. Oh. Geen idee, ik weet niet wat PK betekent. Oh ja, paardenkracht. Knolklacht. Ja. Oh, knolpower. Meep. Zo. Wat? What the fuck? Wat? Oh. What the fuck? What the fuck was dat? Zag jij dat ook? Ja! Jij zag dat ook, want dan zeg ik geen wat de fuck. Wat de hel, dat? Man? Die kerel ging dubbel als een kart. Ja, what the fuck? Oh my god! Wat gebeurt er met dit spel? We spelen dit gewoon te veel, man. Ja. Goed. Speelde het langer dan 2 uur en het wordt gewoon broken.
Ik denk dat hun ook aan het lachen zijn dat ze daarom nu zo spelen. Ja, echt hè? Zo van, ze zijn, wat? Ja, volgens, inderdaad, want ze zijn nu even heel rustig aan het pasen. Volgens mij omdat ze nu volop in de lach zijn geschoten en even rust, weet je wel? Ja, flabbergasted van wat er is happened. What happened? What the fuck? Oh, wat doen zij nou? Ja, ze houden balbezit, zodat ze niet meer verliezen. Dat zit een bepaalde logica achter, ik weet ook niet meer. Ah. Ja, dus ja. Ineens was de... Wow. Oh, hoppakee. Oh. Ja, 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 ja. Tja-tata. Pik-pak, 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 pak. Ik ben een robot, 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 pak. De hele keer ging ook liggen. En dan hebben we alle drie. Nou, leuk. Oh, ja, ze gaan lieven. Ja, ja. Denk ik. Maar dit is leuk. Ja. Want dan zijn we lekker snel weer voor de kans voor divisie 1. Precies, daar gaat het nu om, hè? Tenminste, dit, we denken dat ze gaan lieven. We weten het nog niet. Dat hoop ik. Stukken ik verwacht op. Het. Ja, ik ook. Als je nu die verwachtings... Oh, nee. Oh, ze gaan door. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Even teamoverleg. Oh, ze gaan niet door. Geen teamoverleg. Maar als je kijkt naar de statistieken, dan... Hebben zij meer balbezit, maar dat is ook vrij logisch nu. Ja, begrijpelijk, ja. Ja, dat is echt wel begrijpelijk. Oh, ze gaan weer door. Oké. Okay. Oh. Wat is dit? Wissel. Ja. Ah, ze willen wisselen. Nasi moet eruit. Huh, Nasi erin? Die is... Oh ja, tuurlijk. Die speelt voor Manchester City. Laat maar. Ik weet niet wat... Oh. Nou, wat willen ze nou? Echt, hè? Dit waren echt een paar mensen die niet snapten wat ze wou. Ko, die scheidsrechter staat dan met die bal. Wat fucking Harry Potter hier. Ik kijk bij al die sterren van die Braziliaanse logo. Ja. Geweldig. Kijk, dit is mijn trucje. Nou, mooi. 6 punten al. Dat gaat goed. Dit was alleen... Ondanks dat ze snel weggaan, een super buggy wedstrijd. Ik zag 2 keer zag ik rare dingen en die tweede keer was echt raar. Dat, ineens was hier een dunne cardboard. Oh mijn god, gast. Ik zie nu pas wat we moeten doen. Kijk eens rechtsboven, daar staat vorm. Rechtsboven, waar? Ja. Zie je nog seizoen 5 en nu hoeveel punten we hebben? 6. Ja, kijk eens rechtsboven. Vorm staat daar. In dat witte... vlak. Ja, ik ben al weg bij dat scherm. God zie mijne. Daar staat namelijk vorm en er staat van GG WV WW. Dat is precies hoe we nu hebben gespeeld, ja. Oh. Oh ja. Wat dacht jij dan? Dat maar was? Wat is W dan? Win. En G. Dat is gelijk. En V, oh ja. Oh, laat mij, ik zit in te spacen. Ik dacht, dat hoeven we niet te tellen. Daar staat gewoon hoeveel we moeten winnen en hoeveel we moeten verliezen. Maar... Ja, tuurlijk. Oké, okay, ja, laat maar. Laten we gewoon snel de video stoppen, want dit is echt kut. Ja, doei. Godverdomme.